Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. Vandaag gaan we er weer een mooie dag van maken. We zitten alweer op de helft met deze week. Dus alles komt wel goed vandaag, dacht ik. Vandaag gaan we weer dingen bespreken die in het nieuws zijn geweest. Dus laten we daar nu meteen mee beginnen. Hier gaan we dan. Het Nationale Museum van Brazilië heeft 200 beelden, vazen en amuletten uit zijn Egyptische collectie teruggevonden. In september vorig jaar brak er een grote brand uit in het belangrijkste museum van Brazilië. Er bleef weinig over van het 200 jaar oude gebouw. De stukken zijn gevonden in een kist van een mummie, die rond 750 voor Christus is begraven. Een archeoloog van het museum heeft goede hoop dat er meer stukken worden aangetroffen, omdat er ruim 700 voorwerpen in het gebouw lagen. In totaal zijn er nu 700 van de 20 miljoen stukken teruggevonden. Ja, 2700. Dat klopt. De directeur van het museum zegt financiële hulp van de regering van president Jair Bolsonaro nodig te hebben voor de heropbouw. In het museum werd een aantal stukken van onschatbare waarde tentoongesteld, zoals de oudste menselijke fossielen die in Brazilië gevonden zijn. Het museum had een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikte het museum ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruïsche, Ruskische objecten. Jeetje, Rhino's, wat een moeilijke woorden allemaal. In ieder geval, het is fijn dat er heel wat stukken van de Egyptische collectie van dat museum zijn teruggevonden. Laten we hopen dat er in de toekomst meer stukken worden teruggevonden. Nou goed, als ik vandaag nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Oh, en trouwens, Rhino's. Willen jullie marihuana kopen? Zo, Rhino's, hier ben ik weer met wel heel apart nieuws. Een duif is eerder dit jaar geflitst in de Duitse stad Bocholt in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Het dier vloog 45 km per uur, waardoor hij de flitspaal wist te activeren. Op de bewuste weg geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur, zo laten de autoriteiten van de stad deze week weten. Met een aftrek van 3 km per uur blijft het een te hoge snelheid van 12 km per uur staan. Aldus de stad in een bericht. Het is nog onduidelijk of de vogel de boete van €25 wil betalen. Nou, ik denk niet dat beest gaat betalen. Ik bedoel, het is een fucking duif. De gemeente laat weten dat mogelijke getuigen zich niet hoeven te melden. Er wordt geen verder onderzoek gestart, zo grapt Bocholt. Ja, Rhino's, Het is komkommertijd, zal ik maar zeggen. Dan krijg je dit soort aparte nieuwsberichten wel eens, zal ik maar zeggen. Laten we in ieder geval een paar, nu jij reageert eens aan de tand voelen over dit komkommertijd artikel. Karok's antwoord.
Het is vast een drone in de vorm van een duif. Die heeft natuurlijk een eigenaar. Die gemeente moet dat maar snel uitzoeken, anders loopt het zo de spuigaten uit boven de openbare weg. Henk Rijnboud antwoordt. Mogelijk heeft hij niet eens een rijbewijs. Kon zich ook niet op andere wijze legitimeren, tenzij hij geringd is. Vloog hij tegen verkeer in, had geen gordel om en was hij mogelijk nog aan het bellen ook. Fabian Udo antwoordt. Droeg hij wel de gordel? 1 voor de dierenwereld, 0 voor justitie. Metal Suus antwoordt. Wat leuk artikel. Mensen, lach toch eens wat meer. Deze foto is briljant, toch? Het schijnt dat duiven ontzettend hard kunnen vliegen als ze ergens voor moeten vluchten. Ikzelf krijg altijd het schompes als er zo'n duif tot op het laatste moment blijft zitten als ik met de auto kom aanscheuren. Sander P. antwoordt. Nu is het natuurlijk nog de vraag welke duif dit was en is niet te identificeren. Het zou makkelijker zijn als ze het verplicht stellen om een kentekenplaat op een duif te plakken. Bert Schouwstra antwoordt hierop. Misschien was hij zij geringd. Nortonex antwoordt. Heerlijk voor de deze duif en een vrijheid voor een vrijbrief voor vrijheid. Arjen antwoordt. Een boete geven en dan kijken of de duif kan betalen. Kan je lang op wachten. Ja, Rhino's. Ik ben blij dat er nu jij reageerders de humor hiervan inzien. Dat vind ik wel mooi. In ieder geval, als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, Rhino's. Het zit er weer op voor vandaag. We hebben er vandaag een mooie dag van gemaakt. We zijn lekker aan het werk geweest. We zijn mooi naar muziektherapie geweest. We hebben nieuws besproken in de vlog. Ik zeg, al met al hebben we er weer een goede vlog van gemaakt. En ook een goede dag. En dus sluiten we de vlog nu af. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.